Bedrijven in Beweging is vandaag te gast bij Maas Heeft Het in Goorle. En wij vragen de heer Paul Boeren, algemeen directeur-eigenaar, om de doelstelling van het bedrijf toe te lichten en de naam eventueel te verklaren. Speciaalzaak in ijzerwaren en gereedschappen. Maas heeft het al jarenlang bekend. Voor welk product dan ook zijn wij voor u in de markt. Hoe lang bestaat het bedrijf al? Het bedrijf bestaat reeds ruim 24 jaar en we hopen het volgend jaar ons 25-jarig jubileum te mogen vieren. Wat zijn de specifieke kenmerken van het bedrijf? Ons kenmerk is uiteraard een breed assortiment. We hebben van alle producten wat. Voor elk seizoen hebben wij producten van PVC tot tuinslang in de zomer. Tot in de winter verkopen we schaatsen. We repareren een heleboel spullen. Noem maar op. Wij hebben van alles. Is het bedrijf gevestigd op één locatie? Ja, we hebben onze vestiging hier huidig in Goorle. Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf? We hebben 5 fulltime mensen in dienst en 5 parttimers, waarvan 1 preventieadviseur die zich helemaal toegelicht heeft op het beveiligen van huizen. En daar hebben we voor 2 monteurs die de spulletjes monteren en verder ook nog een heleboel andere dingen aan huis kunnen verrichten, werkzaamheden aan huis kunnen verrichten. Specifieke werkzaamheden zijn vooral technische werkzaamheden, als ik het goed begrijp. Ja, technische werkzaamheden van allerlei klusjes, van allerlei aard die de mensen thuis niet kunnen repareren of kunnen voorzien. Wij kunnen daar allemaal voor zorg dragen. Meneer Donners, we staan hier bij een specifieke afdeling binnen het bedrijf. Er zijn veel trends gaande in de do-it-zelf branche en ook de technische branche. Welke trends zijn er op dit moment het meest opmerkelijk te noemen? Nou, wat duidelijk is, kijk, als de mensen binnenkomen hier. Onze taak, vind ik, is om de mensen persoonlijk te benaderen en om uit te vissen wat voor apparaten ze zoeken. We proberen aan de hand van die informatie de mensen de juiste machine mee te geven. En vooral is dan belangrijk het luisteren naar de klant. Wat doe ik ermee? Hoe vaak doe ik dat? En wat wil ik er uiteindelijk voor uitgeven? Dat is onze taak om eruit te zoeken. Is de klant in de loop der jaren veranderd? Is die kieskeuriger geworden? Ja, het is een trend naar mijn idee dat de laatste jaren de mensen echt doelbewust naar speciaalzaken toe gaan. Voor een stukje kwaliteit en service. Maar daar mag dan ook wel geld tegenover staan. Je hebt ook doe-het-zelfers, dat lijkt me ook duidelijk. Die een wat goedkoper marktsegment proberen hun artikelen daar aan te schaffen. Ja, er is natuurlijk toch inderdaad een beetje een nieuwe trend in de markt gaande. Enerzijds de kwaliteitszaken, de speciaalzaken. Anderzijds de wat grotere doe-het-zelfers, die toch op prijzen vooral vechten, lijkt me. Ja, dat is iets wat duidelijk aan de gang is nu. Wij proberen zoveel mogelijk toch de adviesprijzen namens de leveranciers uit te dragen. En wij proberen een stukje met een stukje servicegarantie, goede uitleg, het gereedschap aan de man te brengen. Dat doen wij middels scholingen die wij gewoon s'avonds in onze eigen vrije tijd hier in het bedrijf of bij de leverancier volgen. En we proberen door kennis en vakmanschap de mensen wegwijs te maken in de wereld van de machinerie. Aan de kant heb je natuurlijk ook de onderdelen zelf. Jazeker. Kijk, waar wij ook een heel groot stuk in doen is gewoon normale handgereedschap. De tang, de schroevendraaier, de zaag, noem het maar op. Wat we daar proberen te doen is ook een stukje kwaliteit neer te leggen. Als argument gebruik ik heel vaak ten opzichte van de mensen, meneer, u koopt bij mij een schroevendraaier. Hij is misschien ietsjes duurder dan in een bouwmarkt, maar als hij kapot is, u komt naar mij terug, u krijgt van mij meteen een nieuwe. En dat is een argument voor de speciaalzaak. En dat is dan toch eigenlijk een beetje het kwaliteitsverschil ook? Dat is zeker het kwaliteitsverschil. Dat is een afspraak die we maken met de leveranciers, dat er een stukje kwaliteit achter die prijs zit. Want de mensen die zeggen van, ja, die schroevendraaier die kost €7 en bij de bouwmarkt maar 5. Dat is mijn argument, kwaliteit. Hij is kapot, die krijgt het bij mij meteen een nieuwe. Naast deze ontwikkelingen is er nog een andere belangrijke ontwikkeling in de markt. Welke is dat? Nou, het is duidelijk dat vanwege tijdgebrek of gewoon dat mensen ouder worden proberen de klusjes in en om huis
uit te besteden. En dat is voor ons een ideale kans om ons te profileren, want we hebben twee handige vakmensen in huis. En tegen een gering bedrag kunnen wij die service voor de mensen aanbieden aan huis. Het blijkt gewoon de laatste tijd dat er heel veel vraag naar is. Dat er kleine dingetjes, dan heb ik het over een TL-armatuurtje ophangen, of ik heb het over een klein slotje plaatsen of zo. Gewoon kleine klusjes die mensen of de tijdgebrek of de leeftijd niet meer zelf kunnen. Dat wij dat voor de mensen uit handen nemen. Meneer Timmer, welkom in Bedrijf in Beweging. We hebben het vandaag met name over veiligheid. De politiekeurmerk Veilig Wonen is een heel belangrijk aspect. Er is een convenant gesloten met een aantal technische bedrijven. En u kunt daar meer over vertellen. Wat houdt dat in, die convenant, en wat houdt het politiekeurmerk Veilig Wonen in? Het convenant houdt in dat wij met een aantal gerenommeerde bedrijven, die door de politie ook gescreend zijn, die ook een certificaat hebben gehaald, opleidingen hebben gehaald, zaken doen om de burger, de particulier die behoefte heeft aan een keurmerk, een veilige woning, te verwijzen naar zo'n dergelijk bedrijf. Nou, we hebben een aantal van. Ik werk binnen district Tilburg. Goorlen zit onder andere Maas heeft het. Een bedrijf waar we regelmatig klanten naartoe verwijzen. Dat bedrijf gaat vervolgens naar de cliënt thuis, geeft een offerte af en uiteindelijk, naar goedkeuring van de klant, worden alle materialen gemonteerd. Als dat klaar is, krijg ik de gereedmeldingen en ik geef dan de certificaten aan de klant af. Wat houdt het politiekeurmerk Veilig Wonen in en waar komt het vandaan? Het komt van origine uit Engeland. Het Britse concept Secure by Design, oftewel het ontwerpen van een veilige woonwijk. Men heeft daar uiteindelijk geconstateerd dat het beteugelen van criminaliteit in bestaande wijken wat lastig is, omdat je al een probleem hebt. Men is dus gaan nadenken en gezegd, als we een wijk ontwerpen, een nieuwe woonwijk, laten we dan bij het begin beginnen en laten we die wijk veilig ontwerpen. Dat beviel daar zo ontzettend goed dat we in Nederland daar in 1996 ook mee begonnen zijn, bij wijze van pilotprojecten. En de resultaten waren zo geweldig dat het uiteindelijk in heel Nederland ingevoerd is. En dus ook binnen Tilburg en omgeving. Sinds wanneer is het politiekeurmerk Veilig Wonen er? Sinds 1996 wordt het gedraaid. Dus we hebben al een aantal jaren ervaring en ervaringsgegevens. De resultaten die liegen er absoluut niet om. Ja, u zei een enorme afname van het aantal inbraken. Hoe stelt u dat vast? Nou, uiteindelijk doet de politie regelmatig metingen over inbraken, criminaliteitscijfers, niveaus, ook een bekende politiemonitor, wat ook binnenkort in juni ongeveer in dit jaar in deze omgeving in Midden-West-Brabant gaan draaien. Daar putten we onze gegevens uit en we zien dat inbraakrisicopercentage, dat die zakken tot onder de 0,1% in beveiligde woningen. En die marge is ontzettend klein. Meneer Mutsers, u bent preventieadviseur bij dit bedrijf. Wat houdt die functie precies in? De functie houdt in dat ik op locatie bij mensen ga kijken of alles op het politiekeurmerk Veilig Wonen is. Dat wil zeggen dat er goede hang- en sluitwerk, goede scharnieren, brandbeveiliging, sociale ogen, verlichting houdt in. En door de jaren heen heb ik dat opgebouwd, want ik werk dus al 25 jaar bij de firma. En dat is mijn specialiteit geworden. Ja, want een woning moet toch aan een hoop dingen voldoen eer het politiekeurmerk Veilig Wonen krijgt. Waar kijkt u allemaal naar? We kijken naar goed hang- en sluitwerk natuurlijk. We geven ook advies in brandpreventie. We geven ook advies in verlichting.
En als dat allemaal het plaatje sluit, dan kunnen we dus een certificaat op een gegeven moment op de woning afgeven. En we laten de mensen altijd de keuze of de mensen het zelf monteren of dat vakkundig door onze mensen wordt gemonteerd. Ja, want dat werkt met een puntensysteem, heb ik begrepen. Hè? Hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Nou, dat heeft een inboedelwaarde en een attractieve waarde. Daar krijg je een aantal punten voor. Als je die punten bij elkaar op gaat tellen, dan krijg je dus een klasseindeling. Naar vanaf de hoogte van de punten ga ik dus beoordelen in welke klasse de mensen moeten gaan beveiligen. Ja, want daar zijn ook verschillende, zeg maar, kwaliteiten in sloten en middelen en mogelijkheden. Ja, je hebt klasse 1 is bijvoorbeeld is gewoon normaal 3 minuten inbraakwerendheid. En dan noem je dan de BS-klasse, dat is een bouwkundige standaard. En dan krijg je klasse 2 en dan krijg je, moet je heel anders gaan beveiligen. En dan komt er dus bij het standaard slot komt er nog een extra slot bij. Dus dat zijn allemaal variaties en dan moet je gewoon op locatie gaan kijken. Dan kun je dus niet vanaf de zaak kun je dat niet beoordelen. We gaan zo meteen ook nog even kijken op locatie. Bij een meneer waar een aantal beveiligingsmaatregelen worden genomen. En die worden geïnstalleerd door dit bedrijf. En wat houdt het allemaal precies in? We gaan op locatie bij een klant een voordeur opplussen. Dat houdt in, daar staat al een anti-inbraakstrip in. We gaan de deur extra verzwaren door middel van een zware slot. En we gaan ook kijken naar het brandpreventie en de verlichting.